De navigatie die je inderdaad moeiteloos naar een bepaalde parkeergarage loodst of naar die vrije parkeerplek. Nou, daar heb ik dan vanuit mijn eigen ervaring nogal wat, mag best zeggen frustraties, maar ik zie daar ook wel heel veel mogelijkheden. Op zich moet het niet moeilijk zijn als je bijvoorbeeld kijkt naar off-street parking, dus in parkeergarage achter een paal. Daar is precies van beschikbaar hoeveel vrije plekken daar willen. Daar zijn telsystemen, dat heb je in orde. Dat zie je nu af en toe staan naast de weg. Maar dat staat dan op één punt, daar waar je het misschien net niet wil weten. Eigenlijk wil je dat veel liever hebben, dat wil je gewoon in je auto hebben. Het is niet zo moeilijk om dat in een navigatiesysteem te krijgen. En dat heb je toch, dat soort dynamische parkeerinformatie. Nou, dat zijn zaken waar ook de navigatieindustrie wel op zit te wachten. Maar dat lukt in Nederland op dit moment nog niet om al die data gewoon ergens op één punt te verzamelen en dat dan beschikbaar te stellen voor al die service providers, de Googles, de TomToms, al dat soort bedrijven die dat graag aan hun mensen geven. Ze hebben het liefst met zo'n parkeergarage een lange rij voor de deur. Want zo gauw er dan een auto weg is, hebben ze meteen weer omzet. Dus voor hun omzet is het niet erg verstandig om te delen dat ze bijna vol zitten. Of vol zitten. Want ja, dan gaan de klanten naar een andere parkeergarage. Dat willen ze eigenlijk niet. Dus daarom is er historisch wat moeite geweest om dat te delen. En daarnaast is een heel interessante ontwikkeling dat je ook steeds meer zicht krijgt op de on-street parking. Dus gewoon vrije parkeerplekken naast de weg. Dat wordt niet geregistreerd met palen en zo allemaal, dus dat is wel moeilijk te tellen. Maar je ziet eigenlijk dat auto's zelf die data nu aan het maken zijn. Auto's hebben camera's en sensoren en die zien gewoon de vrije gaten aan de kant van de weg. En die, als ze dat dan gaan delen met de centrale server, dat wordt verzameld. Dan kun je dat soort data gaan gebruiken om mensen weer van advies te voorzien, want daar zijn waarschijnlijk nog vrije plekken. Leuk extra effect is daarbij dat je ook kunt meten hoe groot die vrije plek is. En als je dat ook in diezelfde database neerzet, dan krijgen mensen met een kleine auto eerder het advies om ergens nog naar een vrij plekje te rijden dan mensen met een grotere auto.